Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met mevrouw Carmen Breeveld. Zij is verbonden, ze is onderneemster in Nederland en ze is verbonden aan de Women's Entrepreneurship Netherlands. En met haar organisatie heeft zij in 2016 en in 2020 een bezoek gebracht aan Suriname. En vanuit die twee bezoeken, twee succesvolle seminars die er georganiseerd zijn, heeft deze organisatie gemeend om ook een tak in Suriname op te zetten. En daar gaan we vandaag over praten, omdat deze organisatie van Surinaamse zijde deze week een evenement heeft in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart. What needs a little Q-time? Goeiedag, mevrouw Breeveld. Welkom erbij. Goeiedag. Dankjewel voor de uitnodiging. Vertel u ons heel in het kort over de tak van de organisatie in Nederland. Want daar is zeg maar de tak van Suriname uit ontstaan, hè? Eigenlijk een beetje als initiatief. Klopt. Er zijn in Nederland 700 vrouwelijke ondernemersnetwerken. En het is heel lastig voor de politiek, maar ook voor de werkgeversorganisatie, om te communiceren met 700 besturen. Dus in 2003 hebben een groepje succesvolle vrouwen samen met Nederlandse mannelijke bestuurders hebben ze de tak opgericht voor de vrouwelijke koepelorganisatie. En in die koepel, onder die koepel vallen alle andere netwerken, zodat eigenlijk iedereen onder één paraplu valt. Dat is in 2003 gebeurd. Ik heb me toen aangesloten bij die organisatie. Ik was in 2003 ook benoemd tot Europese Zwarte Zakenvrouw van het jaar. En er gebeurde van alles in dat jaar. En ik dacht, nou, dan ga ik ook even de krachten bundelen met de koepelorganisatie. Dus ik ben in 2003 aangesloten. En hebben we de taken een beetje verdeeld. We hebben verschillende commissies gevormd. Commissie personeelbeleid, commissie pensioenen. Commissie Sociaal Beleid. En toen bleef er een commissie over die niemand, geen enkele vrouw wilde. Dat was de commissie politiek. Want ondernemers vinden de politiek heel erg ongrijpbaar. En van ja, wat moeten we nou met de politiek? Ik heb er niks mee. Ik ben ondernemer. En die portefeuille bleef over. Toen heb ik gezegd, geef die portefeuille maar aan mij. Want u kan wel zeggen als ondernemer, ik heb niks met de politiek, maar de politiek heeft wel alles met jou. Want als de politiek, als er wetten worden veranderd, die van toepassing zijn op ondernemerschap, dan heeft dat ook impact op jouw business. Dus je kunt niet zeggen, ik sluit me af van de politiek, want ik ben ondernemer. Je hebt altijd met elkaar te maken met wet en regelgeving en dat soort zaken. En toen ben ik dus vanaf 2003 tot 2010 ben ik voorzitter commissie politiek geweest. En dat was een hele leerzame periode, want ik heb echt heel veel dames die nu minister zijn of staatssecretaris. Die zaten toen in mijn commissie. En de dames zijn al minister, staatssecretaris. En dat is heel goed voor je netwerk. Ook als ondernemer is dat heel goed. En in 2010 hebben ze mij gevraagd om landelijk voorzitter te worden. Midden in de economische crisis. En ik heb ja gezegd. En ik heb het uitgebouwd tot een succesvolle organisatie. En vanaf 2014 zijn we dus ook de handelsmissies voor de vrouwelijke ondernemers gaan organiseren. En we hebben inmiddels 15 bezoeken gebracht. Van Beijing, Hongkong tot aan New York, Washington. En van daaruit zijn we ook twee keer naar Suriname geweest in 2016. Goed, nou, ik zou zeggen gefeliciteerd alvast met de mijlpalen die u heeft bereikt. En, dankjewel. En die bezoeken van 2016 en 2020 die hebben ertoe geleid dat we dus de Women's Suriname Umbrella Foundation hebben opgericht. Ja. Ja, welk jaar is dat gebeurd en hoe heeft u dat met uw Surinaamse counterparts gedaan? Het is in november 2021 geweest. Ik ben in november tot 10 december in Suriname geweest. Ik had voor een weekje geboekt en ik heb 3 keer verlengd. Dus uiteindelijk was ik een maand in Suriname. En ik had natuurlijk al heel veel contacten opgedaan tijdens de voorgaande bezoeken. En ik heb nu gekeken van welke dames zijn geschikt om ook in zo'n bestuur te zitten. En ik heb 2 dames geselecteerd, 2 zwaargewichten uit de Surinaamse gemeenschap. Dat is Angela van der Kooijen, heeft ook een eigen communicatie- en brandingbureau. En Sherida Mormon, die is alom bekend uit METS en voorgaande functies die ze gehad heeft. En dat zijn dames met grote netwerken en die kennen ook de beslissers. En toen dacht ik, dat heb ik nodig, want dat zijn de Carmen Breevelds van Suriname.
En ik ben de Carmen Breveld van Nederland, want mijn netwerk zit hier voornamelijk. En hebben we met z'n drieën de krachten gebundeld en hebben we dit opgericht. Oké, okay, heel erg mooi. Wat is het, wat zijn de acties geweest vanaf november 2021? Want jullie hebben natuurlijk een database opgebouwd van die twee bezoeken. Ja. Zijn die mensen Ja. allemaal al benaderd om zich aan te sluiten? Die mensen zijn, as we speak, op dit moment benaderd. Want we hadden weer ook een nieuwe groep. Want toen ik in Suriname was, kreeg ik van alle kanten verzoeken van vrouwelijke ondernemers. Van vrouwen die mij wilden spreken voor adviezen. En toen heb ik gezegd, ja, ik kan niet iedereen apart spreken. Weet je wat, laten we een brunch organiseren. En toen hebben we alle krachten gebundeld. En toen zijn we bij elkaar gekomen met een brunch in het Ramada Hotel. Dat was ergens begin december. Ja. En daar is er vanuit die groep een nieuwe basisgroep ontstaan van vrouwelijke ondernemers. En dat is ook heel divers, hè? In de agrarische sector, maar ook in de productie, de food en beverage sector. Maar ook dames die bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement doen, heel veel diensten aanbieden. En vandaaruit die groep, die nieuwe basisgroep van een stuk of 23 vrouwen, zijn we helemaal opnieuw gestart. En de oude groepen hebben we vandaag uitgenodigd, eigenlijk die 200 vrouwen van toen. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. In tegenstelling tot Nederland, waar je echt 6 weken van tevoren mensen moet uitnodigen, merk ik toch dat je in Suriname en het Caribisch gebied last minute, want dan zijn mensen eraan toe. En als je 6 weken eerder uitnodigt, dan weten ze niet eens meer waar het over gaat. Dus in Dat Nederland klopt. wordt er wel heel erg vooruit gepland. Ja. Als je 1 of 2 weken van tevoren komt, zit iedereen vol en dan heb je geen event. Ja, oké. En ik heb gemerkt, in Suriname, Antillen gaat het altijd goed, last minute. Wat is het belangrijkste verschil volgens u tussen ondernemende vrouwen in Nederland en ondernemende vrouwen in Suriname met betrekking tot de problematiek die ze aanhalen in zo'n groep? Kijk, Nederland heb je natuurlijk ook te maken gehad met hele grote crisissen. We hebben natuurlijk die economische crisis gehad. Ik weet niet of Suriname daar toen ook last van had. Dat was in 2008. En dat liep een beetje door tot 2015. Dus het was echt heel lang. En loopt Dus door bijna die tot zeven. ongeveer nu, ja. Ja, en toen waren we net weer lekker bezig. Ja. En toen kwam COVID. Toen vielen we weer terug, want alles viel stil. Dat is in Suriname natuurlijk ook hetzelfde. Maar wat ik merk aan het verschil. Kijk, natuurlijk is het hier een grotere groep. Hè? Want we hebben hier 700.000 vrouwelijke ondernemers. En Suriname heeft 690 of 590.000 inwoners. Dus de schaalgrootte is anders als je gaat ondernemen hier. Dus de afname van je product. Dat is natuurlijk, de kans van dat mensen je product afnemen is gewoon groter. Omdat Suriname natuurlijk een kleinere populatie heeft. Dus ik stimuleer die vrouwen in Suriname ook om te gaan exporteren. Maar dan moet je product ook export ready zijn. Want in het buitenland moet je aan allerlei certificaten voldoen. Ja, wat ik merk is dat men in Nederland sowieso in zijn algemeenheid wat planmatiger werkt. Dus als ik aan vrouwen in Suriname vraag van oké, hoeveel omzet draai je nu? En hoeveel omzet wil je in 2022 gaan draaien, als ik dat vroeg, dan wisten ze vaak niet wat hun omzet was. En ze hadden ook nog geen businessplan van wat voor omzet ga ik dan in 2022. Dus in Nederland word je echt gedrild om te plannen en te evalueren en met je accountant te zitten van hoe heb ik het gedaan. Want als je bijvoorbeeld, en dat zie je in Suriname op grote schaal, in de grote bedrijven merk ik dat ook. Al heb je 100 miljoen omzet en je geeft 200 miljoen uit, dan heb je verlies. Dus als je je cijfers niet kent, je weet niet wat voor omzet je draait, je weet niet waar je kosten in gaan zitten, dan kun je nooit een winstgevende onderneming opbouwen. Dus we willen ook gewoon allerlei trainingen gaan geven, bijeenkomsten. Dus naast de networking skills, van dat je moet netwerken, niet met mensen die hetzelfde doen, maar juist mensen die wat anders doen, want dat zijn jouw potentiële klanten. Dus het plannen, marketingplan maken, wat meer planmatig werken en nadenken over je businessmodel, dat kom ik in Suriname zelden tegen. Dus het is allemaal op goed geluk. En dat is levensgevaarlijk in ondernemersland als ja. je op goed geluk doet. Want als het fout gaat, ben je failliet. Gaat de Suriname Umbrella Foundation daarin ondersteunen? Zeker. Kijk, ik heb een heel groot netwerk in Nederland en ook internationaal. Dus wat ik wil doen, en daarom heb ik het ook geïnitieerd, ik wil mijn contacten die ik in Nederland heb,
die wil ik gewoon mobiliseren. Dus als we een bepaald thema hebben, dan kan ik één of twee kopstukken meenemen die op dat thema heel goed zijn. En dan kunnen we daar ook, zeg maar, kennis gaan uitwisselen met elkaar. Want de Surinaamse situatie is anders, de markt is anders. Het is, als ik een nieuwe organisatie wil oprichten in Nederland, heb ik binnen 1 minuut heb ik een naamcheck gedaan bij de KVK. Oh, het is allemaal geautomatiseerd en kun je die naam meteen vastleggen. Je gaat naar de notaris. Online kun je een bankrekening openen. Nou, in Suriname ben ik 1 jaar lang bezig geweest om een organisatie geregistreerd te krijgen. Het is allemaal niet geautomatiseerd. Je moet 100.000 keer naar KKF en dan is die er weer ziek. Het hangt veel te veel af van een werknemer die er wel of niet is, of ziek is, of met vakantie is. En in Nederland is het allemaal geautomatiseerd. Er komt geen mens aan te pas. Dus zeg maar, het feit, als je wil gaan ondernemen in Suriname, zijn er veel te veel drempels. Je bent 1 jaar bezig voordat je überhaupt 1 cent verdiend hebt. En dat moet echt gaan veranderen. Dat kan echt niet zo. Dus als Suriname meer ondernemerschap wil en dat mensen meer gaan produceren, exporteren, dan zijn dat de basisvoorwaarden waar een land aan moet voldoen. Ik ben bezig om investeerders naar Suriname te brengen. Ik ben al 2 maanden bezig om een afspraak gemaakt te krijgen op een ministerie voor een investeerder die 5 miljard wil investeren in Suriname. Ik heb tot de dag van vandaag heb ik de afspraak niet kunnen maken met de minister. En dat is in Nederland onmogelijk. Want je hebt dezelfde dag nog iemand te pakken als een investeerder aanklopt. Staat iedereen voor de deur die met open armen die investeerder gaat opvangen. Dus als Suriname zegt, we hebben plannen, maar we zoeken investeerders. Ik geloof het niet. Ik geloof het gewoon niet meer dat er plannen zijn en dat er naar investeerders wordt gezocht. En ik vind het erg dat ik dat moet zeggen, maar ik ben echt teleurgesteld als ik zie hoe er wordt omgegaan met serieuze investeerders. Oké, werk aan de winkel, wat ik hier hoor. Werk aan de winkel. Kijk, het vervelende is, je hebt natuurlijk ook die overheid nodig, hè? In Nederland zijn dat een beetje gescheiden werelden. Je hebt de ondernemerswereld, die schakelen heel snel. En je hebt de overheid, die komt altijd een paar jaar erachteraan. Maar in Suriname heb je de overheid nodig voor vergunningen, voor van alles en nog wat. En dat proces verloopt traag. Ik heb ook begrepen dat men niet genoeg potentieel in huis heeft. Dus er zijn te weinig mensen die achter de schermen zo'n minister kunnen ondersteunen en zaken kunnen uitzoeken, zodat de minister echt meteen spijkers met koppen kan slaan. En als je dus, het begint al bij jouw bezetting, je personeelsbezetting. Als dat niet op orde is, gaan alle kansen zo aan je neus voorbij. En we moeten niet vergeten, Suriname die zoekt investeerders, maar er zijn nog zoveel andere landen die ook investeerders zoeken. Als je met een investeerder naar Indonesië gaat, dan word je persoonlijk door de premier opgehaald en dan wordt de rode loper voor je uitgelegd, omdat je met een investeerder komt. Als je een investeerder naar Suriname wil brengen, wordt niet eens je telefoon beantwoord. Dus we moeten gaan beseffen dat als Suriname mee wil doen op internationaal niveau, dan ga je ook je hele infrastructuur daarop moeten afstemmen om ook die grote investeerders te kunnen ontvangen en te accommoderen. Ik krijg al 2 maanden, we gaan nu de 3e maand in, nog niet eens een afspraak met de minister voor die grote investeerder. Dus ik schaam me ook een beetje, omdat ik die mensen gezegd heb, u moet in Suriname gaan investeren. En nu gaat mijn credibility is ook in het gedrang. Want zeggen ze, ja, Carmen Breve is een grappenmaker. Want die zegt dat we naar Suriname moeten. Maar waar blijft die minister nou met die afspraak? En dit is een klein voorbeeld, maar het is wel precies de essentie wat ik wil aangeven. Dat Suriname wil van alles. Men roept heel veel, maar men doet heel weinig. Er gebeurt helemaal niks. Het is niet zichtbaar, het is niet tastbaar. Terwijl Suriname gewoon iedere investeerder, of het nou klein of groot is, of nou iemand 1 miljoen euro wil investeren, of 5 miljard, je hebt ze allemaal nodig. En ik wil bereiken met de vrouwen, dat die vrouwen die rollen gaan pakken, die nu blijven liggen. Ik vind ook dat er een vrouwelijke premier moet komen in Suriname, maar dat is even politiek gezien, want ik denk dat, ja, vanaf de vrijheid van de slavernij in juli 1863, er is nooit een vrouwelijke premier geweest. En we hebben ook nooit echte vooruitgang geboekt.
We zijn nog steeds blijven hangen in die afhankelijke rol van leningen vragen. Leningen, je hebt geen leningen nodig. Suriname is een paradijs. Je kunt produceren wat je wil. Je kunt exporteren wat je wil. Suriname is gezegend met goud, olie, hout, bronwater. Alles wat andere landen niet hebben. Waarom denkt u dat Rusland nou Oekraïne wil binnenvallen? Omdat Rusland al die grondstoffen heeft. En Rusland wil natuurlijk alles wat waardevol is, alles wat van waarde is, willen ze naar zich toe trekken voor de toekomst. En als u de waslijst ziet met grondstoffen en edele metalen die in Oekraïne zijn, daarom valt Rusland ze binnen. Suriname heeft alles, Suriname zit letterlijk op het goud en de olie en ze doen er helemaal niets mee. Alles wordt weggedragen door de grote multinationals, ze houden 5% over, 95% gaat mee naar het buitenland. Ons goud gaat gewoon weg naar het buitenland. En ik zal u vertellen, de Surinaamse dollar die kan eigenlijk meer waard worden dan de Amerikaanse dollar. Het enige wat Suriname moet doen, is de Surinaamse dollar koppelen aan het goud wat in Suriname zit. Maar als je alle goud gratis weggeeft, en ik weet ook wel dat vorige regeringen daar ook een bijdrage aan hebben geleverd, alle goud draag je weg. Dus je hebt helemaal geen goud om aan jouw munt te koppelen. Als jij dat aan je munt gaat koppelen, dan is de Surinaamse dollar misschien 2 US dollar waard. Dus ik mis een stukje strategisch beleid, ik mis een stukje visie, ik mis een stukje daadkracht en het irriteert me mateloos. Omdat andere landen erom zitten te springen wat Suriname heeft. En Suriname heeft het allemaal en ze doen helemaal niets. En weet u waarom dat is? Ik ben nu een jaar met Suriname bezig. Iedereen is bezig met zijn eigen belang, zijn eigen kleine belang. Dus iedereen kijkt naar het kleine en niemand kijkt naar het grotere geheel. Dat Suriname eigenlijk net zo rijk kan worden als de Emiraten. En de Emiraten hebben alleen olie. Die hebben geen goud, die hebben geen hout, die hebben geen vruchtbare grond. Die hebben alleen olie. Maar ze hebben wel een visie en leiderschap. En dat kan je heel ver brengen. En ik mis die visie in Suriname. Ik mis het leiderschap. Het is allemaal friends and family. Ook als mensen niet geschikt zijn voor de job, worden ze op die posten geaccommodeerd. Dat is ook een nieuw woord wat ik geleerd heb. Geaccommodeerd. In Nederland is het ook vriendjespolitiek. En natuurlijk krijgen ook mensen posten als hier hun eigen partij aan de macht komt. Maar dan moet je wel aan de juiste eisen voldoen. En je moet wel de juiste diploma's hebben. Anders kom je niet in die functie. En zolang we in Suriname dus niet verder gaan kijken dan alleen maar je politieke kleur, dus alleen maar je eigen mensen accommoderen, dan ben ik bang dat we de komende eeuwen nog op hetzelfde niveau blijven hangen. Er moet echt een rigoureuze kentering komen in het denken van de Surinaamse leiders. En de vrouwelijke leiders, daar heb ik mijn sferen op gericht. Zeg maar. Laat dat woordje hoop gebruiken. Laten we zeggen hoop. Ik wil dat de Surinaamse vrouwen, die ook stukken beter zijn opgeleid dan de mannen, want als je naar de universiteit kijkt, zijn het bijna alleen maar vrouwen die daar zitten. Dus die vrouwen hebben gewoon de knowledge. En die vrouwen moeten ook een stukje meer, zeg maar, de power en op leiderschapsposities gaan zitten. En ik ben natuurlijk voor ondernemerschap. Dus ik wil dat de vrouwen meer gaan ondernemen. En resultaten, dat die economische onafhankelijkheid van die vrouwen gaat stijgen, gaat toenemen. Want Surinamers zijn niet gemaakt voor armoede. Anders had God ons niet zo'n vruchtbaar stukje grond gegeven als wij gemaakt waren voor de armoede. Dus wij zijn gemaakt ervoor om rijk te zijn. Maar waarom komt het er niet uit? En dat is voor mij een groot raadsel. En dat heeft meer met de mentaliteit te maken van de mensen. Die dus kijken naar politieke kleur en dichtbij, als ik het maar goed heb, dan is het goed genoeg. Nee, iedere Surinamer kan gewoon schatrijk worden. Want er zijn zo weinig Suriname en die rijkdommen die in de Surinaamse bodem zitten. Nou, al had je 20 miljoen Surinamers, dan hadden ze het alsnog allemaal goed kunnen hebben. Zoveel zit er in Suriname, zoveel potentie zit er. Maar we blijven een beetje hangen in dat inimini, Pipo de clown gedoe. Dat iedereen alleen maar voor zichzelf een beetje zorgt. En niet kijkt naar het grotere geheel. Dat we gewoon miljarden kunnen verdienen met wat er allemaal in de Surinaamse bodem daaruit voortkomt. Ja, nou, stevige boodschappen voor de organisatie hier in Suriname. Ja.
Zeker. om de vrouwen bij elkaar te halen en inderdaad, zoals u zegt, alvast deze boodschap mee te nemen om het als een Zeker. taak te zien voor wat voor hun is weggelegd voor de toekomst. Zeker We wetend. moeten het nou Ik even denk hebben dat over onze kleine. U wou nog wat zeggen? ja, nee, gaat uw gang Ja, maar. nee, we moeten het natuurlijk nu hebben over ons klein event dat er aanstaande vrijdag georganiseerd Ja. gaat worden. Want ik denk dat u in een kwartier tijd alle lessen heeft voorgehouden die ons moeten leiden naar de volgende stap. Maar we moeten beginnen bij elkaar te komen, van elkaar te leren, zoals u Zeker. zei, bij elkaar te netwerken en elkaar te leren kennen en te ondersteunen. En dat gaat dus aanstaande vrijdag gebeuren, hè? Want dan is er een evenement, namelijk een movie Klopt. night van de Suriname Umbrella Foundation. En die movie night is natuurlijk niet zomaar een movie night. We proberen altijd business en pleasure te combineren. Dus het is en een avondje uit waarbij de vrouwen kunnen gaan netwerken, borrelen met elkaar en zaken kunnen doen met elkaar. Maar die film waar we naar gaan kijken, dat heet She Did That. En dat gaat over een aantal zwarte vrouwen die vanuit het niets een miljoenen business hebben opgebouwd. Dus het is ook een, zeg maar, een stukje educatie zit erin van het kan. Het kan. Want vaak zeggen vrouwen: ja, maar ik heb geen geld en de bank wil me geen geld lenen en dit en dat. Dus we denken alleen maar in belemmeringen. En daar gaat die film over: van hoe kan je dan met niets gewoon iets gaan creëren? Want dat is echt ondernemerschap. En dat is een inspirerende film met zwarte vrouwen, want er zijn ook wel inspirerende films met witte vrouwen. Maar we hebben speciaal eentje uitgezocht waarbij zwarte vrouwen succesvol zijn geworden. Die film is gebaseerd op een werkelijk verhaal. Dus ik hoop dat we daarmee de vrouwen ook wat, niet alleen inspireren, maar ook wat tips en tricks aanleren van hey, het kan. Als je een goed plan hebt, wil iedere bank of investeerder wil altijd daarin investeren. Maar het begint met een goed plan. En als je het zelf niet op papier kan zetten, er zijn genoeg mensen in Suriname die een plan kunnen schrijven. Dan huur je die in en die maken het plan voor jou en je dient hem in. En dan ga je schrikken van wat er gebeurt en wat er mogelijk is. Dus dat stukje willen we bij die vrouwen, dat stukje ondernemerschap willen we bij die vrouwen gaan triggeren. Aanwakkeren. Oké. U gaat er, neem ik aan, niet zelf bij zijn aanstaande vrijdag. Helaas niet, maar ik wil wel zo snel mogelijk ook weer naar Suriname komen en dan gaan we weer. Maar nu was het 8 maart, we dachten we moeten iets doen. Ja. We kunnen deze week niet zomaar voorbij laten gaan, want in de hele wereld is er aandacht voor vrouwen deze week. En ook natuurlijk gelijke rechten. En andere landen moeten vrouwen nog vechten om hun leven. Hun leven is niet veilig. Of ze mogen niet naar school, weet je wel. Bepaalde culturen waar vrouwen bedreigd worden als ze naar school gaan. Al die gekkigheid hebben we in Suriname niet. Dus die vrouwen de vrijheid, ze kunnen kiezen, ze kunnen doen wat ze willen. Ze moeten het nu alleen nog echt gaan doen en gaan beseffen hoeveel power er in die vrouwen zit. Want er zit een oerkracht in ons. Zonder die oerkracht kun je geen kinderen baren, namelijk. En dat hebben mannen niet. Ja, jammer dan voor de mannen, maar Jammer. dat hebben wij nou eenmaal, die taak gekregen van onze lieve Heer. Ja, inderdaad. Mevrouw Breeveld, hartelijk bedankt voor het prachtige gesprek en een heleboel wijze lessen. In ieder geval persoonlijk een enorme motivatie om inderdaad wat meer te gaan doen en te gaan betekenen. Om je heen te kijken welke vrouwen zijn er allemaal in de omgeving waarmee we verschil kunnen uitmaken. En ook al is het alleen maar in je kleine inner circle, laten we daarmee beginnen en dan hopen dat het een ripple effect heeft naar de rest. Heel erg veel succes met de organisatie, ook hier in Suriname, ook daar in Nederland. En we hopen u gauw Dankjewel. terug te zien hier. Oké, graag tot ziens. Ja, dank u wel voor uw tijd. Dag. 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 Dat was het gesprek met mevrouw Carmen Breeveld vanuit Nederland, die over veel meer ging dan alleen maar de movie night, waar het gesprek mee begon en ook mee eindigde. Een hele sterke boodschap naar de Surinaamse vrouwen en dan voornamelijk de ondernemende vrouwen. Ik zou zeggen, ik hoop dat u genoten heeft van deze aflevering van Q-Time. Ik hoop dat u ook de boodschappen die gezegd zijn geworden daarin meeneemt en dat u zich als Surinamer aangesproken voelt om als vrouw een bijdrage te leveren of als man een vrouw te stimuleren om een bijdrage te leveren. Uiteindelijk is de boodschap dat wij Suriname moeten verbeteren met z'n allen, man en vrouw. Dank u wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.